Bedankt. Blijf bedankt. In het blok. De grootste streamingmaand van het jaar. De Meimaand Streammaand. Hoi, dat was niet erg veel. You guys van het kanaal, ik bedank u wel. De video van deze 5 mei zijn we op zoek voor een straatviewer in de Meimaand Streammaand. En het is vandaag bevrijdingsdag, aflevering 30. En vandaag gaan wij in Normandië kijken of ik weet waar welke plekken zijn. En dan vooral de Normandië stranden, want precies 80 jaar geleden is D-Day geweest. En toen kwamen er veel geallieerden aan op de stranden van Normandië om Europa te redden. Daar ben ik. Gelderland, omdat het best wel... Daar ben ik. Roelof Vadersveen. Oh, oké. Daar ben ik. Even kijken. Daar ben ik. Elke zaterdag op Remkes en Passie, straatviewer. Nou, precies 80 jaar geleden, over een maand en één dag, is het precies 80 jaar geleden dat D-Day was. 80 jaar geleden. Ja. 1944, 6 juni was die dag. Ja. En ik ben zelf ook wel eens in die omgeving van Cuba, daar in de buurt. Dat plekje daar. Hier. Cuba, Dipsomar ben ik op vakantie geweest. En bij Kwastraham, ik weet niet of ik het goed zeg, maar ik heb er toevallig ook een filmpje van. Die staat op YouTube, op dit YouTube-kanaal, dat heet GMR Vlogje. En toen ben ik langs geweest in Hoegate, dat plaatsje hier ook. Gingen we ook via deze brug hier Le Havre in, Normandie in, zeg maar. Ja, dat was die plek, dat zal ik laten zien. Kijk, pixels moet even inladen, zo, hoppakee. Kijk, dan kwam je hier aan. Dan ga je die brug over. Nou, we zien hoe hoog dat is. Oh, niet normaal. Maar goed, dat is al een tijd geleden. En toen waren we op vakantie hier in... Ja, Dipsomar. In dit plaatsje. Ja. Ja, hier waren we toen. Aan het rijden. In het Normandië, prachtige Normandië. Ik had voor geen meter Frans, dus het was behoorlijk lastig om te raden van waar ik ben. Waar, hoe het allemaal heet, zeg maar. Maar deze aflevering zijn we niet in Nederland, zijn we even in Frankrijk aan de Normandische kust. En dan gaan we kijken waar ik ben in dit gebied van Frankrijk. Ben ik in Sneek, of Rotterdam, of Amsterdam, of Amstelveen? Waar ben ik? Of daar ben ik? En waar ben ik? Daar ben ik. In straatviewer. Ja mensen, daar waren we weer. Ik had mijn microfoon aangehakt, maar nu zijn we weer. We gaan kijken waar ik ben in dit land. Dus na de intro weer verder opnieuw. Ben ik in Sneek, of Rotterdam, of Amsterdam, of Amstelveen? Waar ben ik? Of daar ben ik? En waar ben ik? Daar ben ik. In straatviewer. Ja, nu is de vraag waar ik ben. Oh, ik zie het al. Bij Kane, Le Havre en Pas-de-la-Bourne. Zo weet ik wat daar staat. Ja, en hier, volgens mij, als ik me niet vergis, ben ik hier vlakbij aan het draaien. Want, ik ben hier wel eens geweest toen ik op vakantie ging met mijn ouders naar Frankrijk. Waren we hier aan het rijden. En wij waren ook nog de verkeerde kant op gereden. Typisch. Maar volgens mij moet dit in de buurt zijn van... Volgens mij moet het in de buurt zijn van Dipsomar. Eén van die twee. Ik kwam hier aanrijden, kwam daar van die snelweg af. Kan wel kloppen hoor, maar het zou wel weer een mis zijn dat ik het niet weet. Maar voor mij is het bij Dipsomar een plaatsje dat ook tijdens de Tweede Wereldoorlog veel is kapot gegaan voor mij. Ja, voor mij is het Dipsomar. Laten we even kijken. Wacht. Oké, goed.
We gaan even zien. Waar ben ik in dit land van Frankrijk? Oh, nee. Gaat lekker, mensen. Gaat lekker, ja. Zeker. We zijn hier bij de autoroute King. En de plek zelf, zo zien. Oké, okay, ik ben, nog niet duidelijk, maar we gaan even kijken wat het ongeveer is. We waren hier, in dit stuk. Nou, dat had ik volledig naast. We waren wel in ieder geval, we gingen bij, van deze snelweg af, zeg maar, van op de A13. In, bij Amsterdam, nee. Bij, ja, Donsule. Ik kan geen voor woord, ik kan geen woord Engels, Frans. En dan gingen we daar af en dan gingen we zo richting dit plaatsje. Ja. Om ja, daar vakantie te vieren. Maar ja, ons kende, we kunnen geen enkele woord Frans. Het enige Franse woord dat ik kan is bonjour. Maar dat is ook het enige. Stop brouwen, stop brouwen. Ja. Goed, we gaan even kijken waar we nu zijn in Frankrijk. Ik ga nu wel wat dichterbij richting de kust. En niet meer in het land zelf. Dus we gaan even zien waar ik ben. In alle Français. Ben ik in Sneek? Of Rotterdam? Of Amsterdam? Of Amstelveen? Waar ben ik? Of daar ben ik? En waar ben ik? Daar ben ik. In Straatsjoer. Nou, we zijn sowieso niet in Sneek. We zijn sowieso niet in Amsterdam. Sowieso niet in Amstelveen. Sowieso ook niet in andere plaatsen in Nederland. Maar we zijn in Frankrijk. Maar ik had helemaal geen... Ik heb helemaal geen intro bedacht voor deze serie. Want het is maar één dag. Maar ja, dat is 27 april had ik wel een aflevering van The Battle, maar die had ik van vorig jaar, had ik daar ook nog een intro van, dus ik dacht van, nou, die kunnen we van dit jaar ook weer gebruiken. Nou, we zitten vlakbij een voetbalveld. Maar ja, waar in Frankrijk, I don't know. Joost mag het weten, zou ik zeggen. Ja, al deze vijf bij, en helaas moeten we, en het is natuurlijk een hele korte week, het is ook, voor veel mensen is het ook mijn vakantie. Nou, ook wel een hemelvaartsvakantie, want veel mensen moeten volgens mij morgen ook weer aan het werk. En dat is wel wat... jammer. Maar goed, hemelvaart komt eraan, dus dat is het lang weekend. Ja. 3.5D. Nou, geen idee. Nou, ik heb geen idee wat het is. Het is ook echt veel te moeilijk om dit eigenlijk te raden. We gaan even kijken. We zaten in... Nou, dat is niet duidelijk. We gaan even kijken. Zo. Oh, we zaten in Coubert. 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 Dat is hier. Oké. Okay. Nou mensen, ik bedank jullie voor het kijken. We zijn bij de einde van deze aflevering. Ik hoop dat je het leuk vond. Laat alsjeblieft een duim achter. Abonneer op de YouTube-kanaal hier beneden. Link ga je naar een andere video op dit YouTube-kanaal. En de afspeellijst van Straatview. Of de thema weken van Remco's Passie. Eén van die twee. En dan zie ik jou volgende week bij de aflevering van deze serie. Joujou. Daar ben ik. Gelderland, omdat het best wel... Daar ben ik. Roelof Vadersveen. Oh, oké. Okay. Daar ben ik. Nou, even kijken. Daar ben ik. Elke zaterdag op Remco's en Passie Straatviewer.